Ik kan dus niet hierin zitten, want dit is zeiknat. Eeuw. Breakfast of the day. Kopje koffie. Muffin. Ik moet vandaag even tapasta halen. En deo. Goedemorgen trouwens. Oh ja, ik moet jullie trouwens ook nog twee geheimen vertellen. Ja, dat doe ik zo wel. Echt mooie gecko. Ook heel klein, finger for skill. Mooi ding. Hier, ga maar weer hieronder. Ga maar hieronder. Je kunt er wel onder kruipen, doe maar goed zo. Het is vandaag een beetje een mistige dag. Mistig is wat ik je brom. Mooi buurtje. Jullie zitten trouwens echt een stelletje sipies met z'n allen. Is er een bericht op nos.nl over reizen die niet mogelijk zijn naar Zuid-Afrika? Krijg ik 30 berichten van mensen van, joh, je zit daar toch, wat is er aan de hand, bla 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 bla. Moet je zien, dit nieuwsbericht. Echt kut voor je. Is er een dag later op nos.nl een bericht? Yo, reis is weer mogelijk als je gewoon zo'n negatief testresultaat laat zien. Helemaal niemand die mij een bericht stuurt. Helemaal niemand. Met, oh chill, Jelmer. Het is allemaal alweer geregeld. Nu denk ik ook aan je. Nou ja, helemaal niet. Wat is dit? Ik wist helemaal niet dat moerbei aan een boom groeide. Ja, weer wat geleerd. Deze toeter dan. Je denkt, oh, dat is een klein toetertje. Hand voor skill. Voor deze enorme toeter. Wat een toeter, joh. Een van de dingen die ik niet snap, is waarom letters op de weg, waarom je die van onder naar boven moet lezen. Het is niet ahead stop. Het is stop ahead. Maar alsof mensen opeens, als ze in de auto zitten, van onder naar boven lezen, niet van boven naar onder. Vind ik raar. Hier, een bloeiende Bocarna recurvata. Nice man, heb ik ook thuis. Maar die is zo klein. Yo, dit dan. Stel je hebt een lichtblauw huis met deze enorme unit ernaast. Oeh, zeer hard. Een heel erg plat gereden rat. Een soort fossiel is het. Nice. Bluff als je dit opeet. Het zijn echt mooie plekjes om te wonen man. Kijk hè. Deze view. Deze view, hazy view. Misschien kan ik dit stukje land wel kopen. Ja, of die vierkante meter daar kopen. Want ik heb ook natuurlijk niet zo heel veel geld. Wel veel plastic. Deze dan. Knettergroting. Heb je en een plumeria en zo'n roze bad boy voor je osso. Zeg ik nou osso? Ik zeg nooit osso. Oeh, kijk, een ficus lirata, maar dan een hele knettergrote. Weet je wel, die vioolbladplant, of mensen noemen hem foutief tabaksplant. Mooi ding. Check deze mistigheid. Mistig. Ik wil eigenlijk hier een zaadje van. Zie je die zaadjes? Die? Of hiervoor? Ik wil dat hebben. Die wil ik. Ah. Dikke tip. Als je in het buitenland zaadjes vindt, die je graag mee naar huis wil nemen. Je mag ze niet meenemen in je koffer. Je mag geen planten meenemen of zaad. Maar wat kennelijk wel een soort van door de beugel mag, is ze gewoon naar jezelf opsturen. Dus ik heb overal een beetje zaadjes gescoord. En die stop ik in een envelop. En dan stuur ik ze gewoon naar mijn eigen huis. En dan ga ik het thuis proberen op te kweken. En dan heb ik een mooie herinnering aan deze reis. Dit is ook al een mooi straatje. Mooi boom. Het is ook een soort ficus of zo. Er zitten hier ook knetgrote bevers in deze straten. Of er parkeren steeds auto's tegenaan. Dat denk ik. Pots. Goedemiddag vanuit zonnige Kaapstad. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Tomaten langs de weg. En ook mais langs de weg trouwens.
Hier, mais. Zie je ze? Ja. Tomaten. Hier. Boners. Sla. Peper. Ja, maar jammer, dat is gewoon een moestuin. Ja. Maar ik bepaal toch de regels? Het is gewoon tomaten langs de weg. Dat zijn de enige regels. Als het een moestuin is, ja prima. Maar het is nog steeds een tomaat langs de weg, snap je? Hier, weg. Tomaten daar. Top. Ik zou ook kunnen gaan gymmen daar. Nice, misschien moeten we hier maar eens een keer eventjes, even echt, proper, ons best doen. Oh, je kunt line set helemaal niet zien. Gek weer. Kijk, zie je? Line set. Maar je ziet het niet. Waarom zeg je dan zie je? Maar misschien zie je het wel. Doe dan. Wow, echt magisch. Magisch. Een woord voor mensen die dingen niet snappen. En voor Drenthe die zeggen meisjes. Over magische dingen gesproken, onverklaarbare dingen. Waarom houden meeuwen hun bek niet gewoon? Ik dacht altijd dat ibissen wel toffe vogels waren. Maar het zijn gewoon bin chickens. Denk je dat dit een ibis? Oké, dan moeten jullie goed opletten. Kijk, bij deze vuurtoren, die langs het strand staat eigenlijk. Wat meestal wel een handige plek is voor een vuurtoren. Moet je rechts. Want dan ga je het park in. En in het park wil ik iets laten zien. Best een mooi park. Hier. View op het Groenpunt Stadion. Of Greenpoint Stadium. Of Cape Town Stadium. En natuurlijk. Overal op de wereld. Nijlganzen. Die overigens ook dood moeten. Hier. Bin chickens. Nijlganzen. Kunnen we die niet een andere naam geven? Nakkereenden. Hé, nakkereenden. Waarom gaan jullie niet gewoon terug naar jullie eigen nijl? Nakkereend. Wat eet jij dan? Je eet gras? Ja, dan kun je overal wel leven. Staat die nou pedestrians only of only pedestrians? Kijk of nog karper zit hier. Ja. Hier. Uzes. Vet veel. Kijk nou even goed. Zie je ze? Dunder veel karpers. Zijn het wel karpers? Ze zijn helemaal... Nee, zeg geen karpers. Of wel? Ik weet niet. Nee, denk het niet. Het is een ander kleurtje. Nee, er gebeurt iets. Er kwam iets aan. Oh, er zit een heel groot beest daar. Nice. Hier. Een hele grote daar. Hier direct onder. Een enorme joekel. Ja, jammer. Ik zit alleen maar naar golfjes te kijken. Oké. Vogeltje. Ja. Ik weet niet wat voor een. Wel mooi. Hè? Als ik mezelf zou moeten typeren als vlogger, denk ik toch een soort kruising tussen Freek Vonk en Rob Verlinde. Freek Verlinde. Rob Vonk. Rob Vonk. Ja, dat is wel mooi, Rob Vonk. Oké, we zijn er bijna bij wat ik wil uitleggen. Is dat hier? Nee. Huh? Oh ja, hier. Hier zo'n ding. Hier uitleg. Maar ik zag... Sowieso oude kaarten van Kaapstad, vet mooi. Zie je dat kasteel wat vroeger aan de strand lag. Dit is nu Strand Street, maar Kaapstad is nu helemaal zo, allemaal een soort van reclaimed land. Maar, ik zag dit plaatje. Ik vond het gewoon een mooie tekening. Toen ging ik dit opzoeken, want het is gemaakt door Charles Doyle. En die heeft dus een boek gemaakt, dat heet Sketches of Cape Town. In 18 zoveel. En dat boek is te koop bij een antique boekenwinkel. 25 kilometer hier vandaan in Kalf Bay. Dus daar wil ik graag naartoe. Om dat boek eerst even te bekijken. En misschien wel te kopen. Dat is toch vet. Het is cool om te zien hoe Kaapstad eruit zag zo'n 150 tot 200 jaar geleden. Ja, daar ben ik wel bij. Dus dat wil ik graag doen. Maar dat doe ik wel de volgende video. Oké, doei.